Ieder jaar wordt rond september deze vlag gehezen. Dit is de Airborne. Oh, en dan zeg jij dit soort. Oké. Huh? Dat zeg jij? Of zeg ik dat? De wandeltocht gaat jammer genoeg niet door, maar de vlag wordt nog steeds gehezen. Hoi, ik ben Jolot, ik ben 11 jaar oud en ben een nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Renkum. Doorwerth, Heveadorp, Hilsum, Renkum, Wolfheten en Oost. We kunnen dit jaar helaas niet de Airborne wandeltocht lopen, maar we kunnen nog steeds blijven herdenken. We zijn in de gemeente Renkum en hier wordt elk jaar in september de Airborne, herdacht. Omdat er een oorlog hier is geweest en we willen natuurlijk nooit meer opnieuw beleven. Dus dan gaan we heel veel herdenken en bloemen leggen en ook elk jaar een grote wandeltocht. Hoi. Nou, vorig jaar hadden we natuurlijk de Airborne wandeltocht, de Airborne herdenking. Er rijden heel veel bussen af en aan hier bij Hartenstein en bij het gemeentehuis. Omdat er heel veel Engelsen en mensen uit andere landen hier naartoe komen speciaal om de wandeltocht te doen en voor de herdenking. Dus dat is heel druk eigenlijk met mensen. Ik heb hem nu al, denk ik, al 5 jaar mee gelopen. Het ging mij niet per se om een medaille, maar meer gewoon om het lopen. Want ik vond het gewoon heel gezellig en je kwam mensen tegen. En je zag echt, nou, samen staan we sterk. Dus we herdenken met z'n allen, want in je eentje heeft niet zoveel nut. Dus ja, ik vond het wel echt wel schrikken toen ik hoorde dat het niet doorging. Ik vind het heel jammer, want ik denk dat ze het wel heel leuk had gevonden als ze bij de grote ceremonie was. Ik vind het natuurlijk wel jammer dat het niet kan zoals het eerst was, maar het is ook wel weer leuk. Want dan kun je een nieuwe uitdaging weer. Kun je meedenken hoe het dan nu zou kunnen. We gaan natuurlijk niet dit jaar niet herdenken, want dat is een beetje raar. Omdat het ook de gewoonte is om het elk jaar te doen. Dus nu doen we het gewoon met minder mensen. We gaan niet wandelen volgens mij. Maar we gaan wel bijvoorbeeld met 100 mensen een bloem leggen. Maar natuurlijk wel op die anderhalve meter. En dan gaan we weer een andere 100 mensen. Die gaan dan ergens anders weer een bloem leggen. Waardoor iedereen wel een keertje aan de beurt komt. Een nieuw avontuur.